We hebben begin januari medegedeeld dat deze locatie zou moeten sluiten vanwege alle bezuinigingen en teruglopende bezetting van het pand. En, wordt een feestje achter u gevierd. Ja, nou, mensen zijn blij en terecht. En dat heeft eigenlijk toegeleid dat heel veel mensen in actie zijn gekomen om deze locatie te kunnen behouden. En dat heeft er vandaag voor gezorgd dat we met gemeente, zorgverzekeraars en Woonzorg Nederland een goede afspraak hebben kunnen maken. Dat we het hier open kunnen houden. En dat hebben we vandaag verteld. Ja, dat leidde natuurlijk tot groot applaus. Ja. Maar het heeft wel een paar maanden geduurd. Dat klopt. En die tijd hebben we gebruikt om goed te onderzoeken of het hier echt mogelijk is. En wat je hier dan zou kunnen ontwikkelen. En ook om zekerheid te krijgen wat er met de huidige bewoners zou gaan gebeuren. En vandaag hebben we gelukkig kunnen vertellen dat die gewoon kunnen blijven wonen waar ze nu wonen. En dat er voor hun eigenlijk niks verandert. Nou sprak je net een aantal bewoners. Die zijn dolblij, maar hebben wel maandenlang, misschien wel dagelijks wakker gelegen in onzekerheid gezeten. Had u ze die onzekerheid niet kunnen besparen door eerst eens goed na te denken wat voor plannen u maakt en dan pas later met de mededeling te komen? Dat had gekund, misschien, maar ik denk het eigenlijk niet. Want met de informatie die we hadden, half januari, was het gewoon een goed besluit en een verstandig besluit om te stoppen met deze locatie in de huidige vorm. En dat heeft ertoe geleid dat deze vier partijen nu vandaag deze actie hebben kunnen nemen. En daar is tijd overheen gegaan. En dat is ook eigenlijk de reden dat we onze verontschuldiging hebben aangeboden aan de bewoners, dat we die onzekerheid ja, toch hebben moeten laten ontstaan. Maar dat we die vandaag gelukkig kunnen wegnemen. Want had u niet eerder met die vier partijen om tafel gekund? Daar moest eerst dit rigoureuze besluit voor op tafel komen. Daar lijkt het wel op. En dat heeft er ook pas toe geleid dat nu pas plannen zijn gemaakt. En dat kost tijd om tekeningen te maken, om onderzoek te doen. En ja, dat heeft een aantal maanden gekost, helaas. Ja, vindt u dat niet heel vervelend? Voor die bewoners is dat zeker vervelend. Maar het is denk ik vandaag heel erg goed gegaan om toch deze afspraak te kunnen maken. En dan zie je dat tijd ook wel nodig is om dat iedereen goed zijn huiswerk kan doen. Bijvoorbeeld de overheid heeft ook duidelijkheid gegeven dat mensen die nu een indicatie hebben voor zeg maar verzorgingshuiszorg gewoon gefinancierd blijft en die dus gewoon kunnen blijven zitten op de plek waar ze nu zitten. En dat heeft een aantal maanden geduurd voordat we die zekerheid hadden. Dus ja, ik had hem niet eerder kunnen geven, moet ik eerlijk zeggen. Nee, dat is ook wel een vervelende constatering. Dat u eigenlijk eerst een rottige boodschap moet brengen om tot een goede oplossing voor deze mensen te komen. Ja, dat is ook heel vervelend. En dat zouden we eigenlijk niet moeten doen. Maar je ziet dat het speelveld zo in beweging is. De bezuinigingen gaan zo hard op de zorg. Dat je soms draconische maatregelen moet nemen, zoals het aankondigen van een sluiting. En dat je dan gaandeweg ziet wat dat voor gevolgen heeft. En dan pas met partijen goede afspraken kan maken. Om de gevolgen voor de bewoners die er nu zijn zo beperkt mogelijk te maken. En kom je dus zoals vandaag met een goede oplossing. Ja, want waar is dat geld nu vandaan gekomen om dit open te houden hier? Ja, dat is een heel lang technisch verhaal. Maar het komt er eigenlijk op neer dat Zorg en Zekerheid ons heeft gegund dat we hier 20 plekken in de toekomst kunnen blijven behouden. Dat is de zorgverzekeraar? Dat is de zorgverzekeraar, ja, voor ons. En dat we de andere bewoners kunnen laten zitten zoals ze nu zitten. En pas als die weggaan, dat we gaan verbouwen. Die gebaseerd is op de nieuwe financiering van, zoals dat mooi heet, scheiden wonenzorg. Dus eigenlijk is het een afstel met als doel om oude mensen hier oud te kunnen laten worden? Ja, daar komt het op neer. En het blijft ook een toekomstige locatie, dus er kunnen ook gewoon nieuwe bewoners komen. Alleen die nieuwe bewoners komen dan onder het nieuwe ja, zeg maar, overheidsbeleid en de financiering daarvan.